Hallo allemaal, welkom bij deel 2 van Niks tot Boerin. Nadat ze dus slaap had, is de hygiëne drastisch gedaald en ze heeft in een berenhonger. Joepie, misschien heb je het nou te zien. Ah. Ah, we hebben gelukkig nog wat te eten. Paddenstoel eten. Nou, ga nog even rondzwemmen. Hoe is het met je voer? Dat is goed, sowieso maakt me niet uit. Daar lig ik niet wakker van. Rondzwemmen. Hey, oh, oh. Oh, dat is een theelichtjes. Even kijken maar. Ja, hygiëne gaat allemaal hoog, zeur niet. Goed, dit gaat een stuk sneller dan handen wassen. Nou, niet echt. Oh, uitgeput. Ho. Stop. Anders ga je dood. En je hebt het weer koud. Hoi, hierheen. Waar bent u? Daar bent u. Stop nou met zwemmen. Want is deze LP wel heel gauw afgelopen. Even kijken. Wat kunnen we tegen je vermoeidheid doen? Ik vrees weinig. Oh, kijk, alles is knalgeel. Oh, joepie. Ja, je ziet het even wel weer laag. 8:00 AM? Nee. Dat gaat niet gebeuren. Oh, hier. Kijk. Nee, geen naam geven. Ik wil... Oh, nee, dan moet je hier wachten. Ga hier zijn, hè? Heb je het nog steeds koud? Nee, oké. Hoe lang? 3 uur. Misschien dat de konijn naar het komt. Je moet van ver komen. Wat is dit? Oh, hier heb je een konijn. Over tenieren praten. Gezellig doen, danspasje laten zien. Gezellig doen. Wilt je hem bang maken? Nee. Ja, doe maar. Enthousiast aaien. Yep. Nukum Kalang, Yam Saprita. Ah, okay. Oh, woo! Ah, Nobi. Well done, Viv. Hinata. This boy. Oh, Roche Bafas. Najao! Ah, Flynn.
Jawel. Ze moeten naar de wc. Oh, man, ze is echt zwanger hoor, dat kan niet anders. Ik wil haar ook niet in de groep laten, je weet wel, want dan gaat de hygiëne helemaal hard onderuit. En ik wil het spel niet op pauze zetten, dus ik hoop dat ik ga het toilet vinden, maar ik weet gewoon niet waar ik ben. Wel bij die boeren, misschien mag je dat je naar de wc mag. What the fuck? Ik denk dat je een nette broek krijgt dan. Mag je blijven dat je in je badpak loopt, hè? Dat is het ook niet. Where the fuck is the toilet? En dan kijk ik straks deze film terug en dan zie ik dat het toilet al 10.000 keer gepasseerd ben. Want dat gebeurt mij wel vaker. Niet over het toilet, maar over het algemeen. Er staat er op iemand op het te schieten bijvoorbeeld, en dan zie ik niet wie het is. En dan kijk ik de film terug en dan zie ik al meteen wie op het schieten. En dan, oh ja, wacht even. Oh, hebben ze de wc weggehaald? Oh, hier. Nou, wat zeg ik? Ja, ik zal de 10... Wacht even, we doen het even anders, dame. Hierheen teleporteren. Zal het gebruiken, zo. Ja, want anders had ze op dat pasje naar de wc gelopen en dan had ze inderdaad een in de broek gepiest. Je kan gewoon gepiest zeg, want ik ben geen kindvriendelijk kanaal. Ach, wat is er nu? Wat is er? Je hebt honger, daar was ik al bang voor. Ik geloof niet. Als je dat opdrinkt, krijg je dan een. Ja, oké. We hebben daarna geen melk meer, dus dat is jammer. Paddenstoel eten. Peterselie eten. Paddenstoel eten. Doe je. Ga los. Ga helemaal los. Zo, nou, dat is nou. Kijk, wat net allemaal geel was. Nou, voelt ze zich weer vies. Nou, moet ik weer een stukje water vinden als ik kan zwemmen. Water. Ongemakkelijk. Rondzwemmen. Waterontvang doe ook maar niet in het je team moet stepen, maar misschien dat je het kan gebruiken. Er wordt hier wel weinig gebarbecued, mensen. Oh, je wordt achtervolgd. Ah. Ja, hoe kan ik naar... Lady heeft een te slechte relatie met Henry om dit te vragen. Ja, hoe krijg ik een cadeau geven? Ik heb niks om te geven. Een product? Nou, ik denk niet dat hij dat van de top zou hebben. Liever een ei. Dat weet ik van gisteren, dat ik die gameplay gedaan heb. Wat? Ga maar rondzwemmen. Nog een keer. Nog een keer. Wel even in de gaten houden dat ze geen kou lijkt, want dan moet ze eruit. Het is nu 's middags dus. Het is warm. Ja, oké. Okay. Even een standje turbo. Wat? Oh,
Dat is van dat bovennatuurlijke pick. Ik heb alle picks, alles wat je maar kan kopen van Sims. Dus, hoe is het met hygiëne? Samen rondzwemmen? Met wie? Zo, dat gaat goed omhoog. Laten we nog maar even wat rondzwemmen, Matt. Oh, dat is maar één, twee, je hebt. Oh, rijding niet, ja. Kun je wel koken. Die kon niet koken. Ja, maar ik krijg maar één $1. Het is geen vals spelen dit. Want het is een optie die je in het spel krijgt. Wat heb je gemaakt, hè? Gegrild fruit. Hoe kun je dat nou maken? Je hebt niet eens wat. Nou ja, niet dat ik het erg vind. Helaas kunnen we geen ijskast hebben dat we erin kunnen stoppen. Dus het bederft in 8 uur, denk ik. Na 9 uur. En hygiëne is weer geel. Hoe gaat het hiermee? Nou, we hebben er al 2 gedaan. Ja, een koe of een kip, die hebben we ook dan, ja. We hebben 2 van de 3 buurten bezocht in Henry Ford en Beckley. Ja, lang leven de natuur. Hè? Ja. Ga even, je bent zwanger. Het kan bijna niet anders. Dan gaat ook die hygiëne van omhoog, omdat ze dan automatisch hun handen wassen. Dus ik zal het maar even 2 keer gebruiken. Kijken wat het scheelt. Steekt het? Ja, het steekt. Oké. Gaan we het nog even gebruiken. Kijk, dat schiet op. Nog een keer. En nog een keer. En nog een keer. Wel, je social, dat boeit me niet. Dat is een manier om snel hygiëne geld groen te krijgen. Nou, nog 1 keer. Hatsenflats. Zo. Wat is er? Oh, wees blij dat je dan naar de wc kan, dame. Bedankt voor je bijdrage, voel je al wat gelukkiger. Jij zo meteen niet als je me voor de 2e keer wilt. Heb ik 2000 smolens verdiend. En het is geen vals spelen, want het is een optie in het spel. Ah, ja, sir. Hey, ga eens even naar huis, even kijken bij je tuin. Piss off, man. Oh, misschien laat je wel omturnen naar een vampier. Negatieve zin. Oh. Oké. Nou, eens even kijken. Oh, je moet onderhouden gaan. Onderhouden met die app. Waarom kun jij niks onderhouden? Hallo? Alles water geven. Tegen beestjes spuiten. En wieden. Als de wieden weer gaat. En dan gaan we die even oogsten. Oh, ontwikkelen. Ja, graag. Deze ook. Yes. Deze. Nee. Oké. Nou, ik ga zo meteen beginnen met een beetje spuiten en onkruid weg te halen. Doe even percentje 3. Ja, je hebt slaap, ik weet het. Hé, hey, daar ga je. Kun je nou zeggen thuis? Nee.
Hoeveel water geef jij? Oh, shoot. Outfit. Wijzigen. Oef. Worrying. Ga nou even wieden. Ah, je voelt je het ongemakkelijk. Ah, shit. Nou, die shit gaat dood, Little. Hoeveel hebben we maar 5 smolens? Oké. Okay. Kun je planten? Kun je oogsten? Ja, alles oogsten. Kom op. Oh, de boompjes beginnen ook te groeien. Kijk. Oh, we hebben meer. We kunnen pakken. Okay. Oh, je vergeet wat. Oh, loterij. Ah, we kunnen niet meedoen. Chips. We moeten even verkopen, hè. Want er is één iets dat doet mijn Sims altijd aan mee. Dat is de loterij. Dus ik hoop dat we 100 smolens kunnen verdienen. De kans is klein dat je hem wint. Ik heb hem ooit één keer gewonnen. En ik speel het nu 5 jaar. Oh shoot, de winkels zijn nog niet open. 9 uur, hè? Ja. Oh. Frikkel, Frenkel, Frank. We kunnen hier wel even laten slapen. Als ik dat klotenbankje wel weer kan vinden. Je kan wel op slapen klikken, maar dan zegt ze: ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan niet. Oh, nou wel. Hey! Eindelijk. En nog een dutje doen. En doen we feintje 3. De winkels zijn open. Nou, nee, nog niet. Nee, gelukkig niet. Oh, hier rust je niet eens uit. Wat? Hé, hey, winkels zijn open. Wakker worden. Met jou zijn we al een beetje bevriend, dus we kunnen met jou wel onderhandelen. Zeur niet. Oh nee, ze is in een slechte staat. Dat gaat niet lukken. Nee, dat gaat niet lukken. Ze is niet helemaal niet hippie. Nee. Oh wel, met jou een beetje gegeven. 25%. Oeh. Items verkopen voor 10%. Kom op nou. Ja, hè. Oh, bijna. Ja, we kunnen een lot kopen. Wat zou ik even happy dat ze een lot gekocht heeft. Quimbo en Sula. Demash Gran. Bambosa. Rohalay. Nou, ga even met haar lullen. Dan Kortje had er maar helemaal uit. Angst van vampieren. Vriendelijk. Enthousiast zijn over tenieren. Ja, hallo, je bent aan het lullen. Oh, ik ben het zeggen. Ja, keuze, grappen vooral. Zo. Steentje 3.
Ach, laten we even ons op de kop rammen door. Respectvolle kennismaking. Laat er even iemand komen, dan kunnen we even zoenen. Dan wordt je krijgen we een klap met de handtasje. Oh ja, ik geloof ook als je gaat onderhandelen. Dus het is jammer als ze het geven, want we hebben er niks aan, maar misschien keurt ze het af. Hey, zo voel ik me na dit weekend als ik een landparty ga. Een landparty? Ja, een landparty. Even een lampje aandoen, hè. Dat lijkt me wel verstandig. Oeh, ze is boos. Wanneer is ze dit niet? Misa Faba, Kimono Yeah, jumps up in the ground. Samo Samoinil Dimash. Femoiza Michu. Yadabek Numiv Morv. Yadamsa. Yamba Bloni. Yamba Bloni. Rivix Tersha. Rivix Tersha. Moby. Meb. Oh nee, we zijn. Nee, oh oké. En her. Je voya, je voor, en een growl, je shona. Pippin, Khalifa, Gribbix, new mib. Yumba, Boney. Yumba, Ik wil dat ze boos wordt. Kom even meid, ik wil even met je zoenen. Oh nee, we hoeven alleen maar te vluchten, dan wordt ze allemaal... Oh, ben je een tiener? Nee, volwassenen, waarom is die... Ah, hier. Versieren. Oké, groenpoepbutton. Ja, ik vind Engelse benaming toch leuk hoor. Ik kan er niks in doen. Ja, daar komt zij. Geweldig. Ringo. Oh, dat ben jou even gaan. Versieren. Villan? Ja, nee. Nou, doe je nou niet? Nou, blij dat ik. Oh, jou, dan gaan we weer. Probeer jij nu brutaal te doen tegen mij, vrouwtje? Ga eens gauw je mond spoelen. Wadisa. Benarla. Oh, Bemoiza Venee. Oh, Insula. Oh, oh nee, ga maar slapen. Ja, ga maar slapen. Meneer, ik wil u niet... Oh god, ik heb hier... Die heb ik niet geïnstalleerd. We zoeken een ander bankje. Hier. Oh nee, is een trap. Hopelijk winnen we de loterij. Dan hebben we geld. Hopelijk belt Spes terug. Want dan kan ik zeggen dat er nog een bedrag open staat. En dan krijg ik 2000 smolien. Oh nee, dat is geloof ik als je het bij de derde keer doet. 2000. Maar de eerste keer weet ik eigenlijk niet. Dat heb ik nooit gedaan. Ik had tot 2 keer geld gegeven. Want de derde keer zie je niet van je geld terug. Want nu vragen ze 1 smolien. Dan vragen ze zo meteen 1000 smolien. Maar die heb je niet.
Maar toch betaal je de 1000 simoleons. En dan kan je als de derde keer bellen, kan je zeggen, maar er staat nog een rekening open. Oh, dat was ik vergeten. Ik zal je niet meer bellen. Poep, dan krijg je 2000 simoleons. Wat hoor ik nou? Wat is dat? Bos wilde. Een kleine, zoetige en sappige vrucht. Een heerlijke snack in de zomer. Een wilde wat? Een wilde... Oh, bosbes. Laat me zitten. Laat me zitten. Dat bedoel ik. Ik zie af en toe dingen pas later. Mijn oog zat op dat wilde. Ik denk, wat nou een wilde? Wat wilde? Oké, hey, zag ik dan fors? Ja. Heb je een... Oh, hier geslapen. Oh, ja, pesthout. Nou ja, slaap je toch. Hé? Hey. Net was alles geel, het was al erg, nu is alles rood. Behalve de dingen die rood kunnen zijn. Je gaat zo meteen van je broek pissen, je gaat verhongeren. Nou, dan krijg je ook niet veel. Ga gauw ditje doen, want anders val je weer. En nu is steentje 3. Dan krijgen we de eerste keer dat je, voor je broek staat te wieperen, dat je je broek geplast hebt. Nee, ik geloof dat je wel lang uit hebt zonder eten. Dus wel. Dat energie, dat gaat echt niet meer omhoog. Dit ging het zo snel. En ze heeft honger. En het is pas 5 uur 's avonds. Ik denk dat we als eerste even een bed moeten gaan investeren. Dan kan ze in ieder geval slapen. Oh, graven. Yep, in de broek gepiest. Yep. Nee, vergeet het maar. Je gaat wel graven. Kom op. Dat is de money. Dat is de money. Dat is de money. Nee, nee. 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 Oh, chips. Nee, dat is het wel niet. Oh, dus 50, toch? Nee, sorry. Waarvoor kan ik deze niet? Die kun je altijd verkopen. Oh, wacht. Poink, poink. Poink, poink. Goed, we hebben 200. Dan kunnen we eigenlijk even wat in onze stal. Oh, wacht even. Nee, moeten we meer geld? Moet ook rekening houden. Ze moeten omgaan. Anders gaan ze dood of lopen weg. Ja, we zijn maar aan het slapen. Ik ben te slons. Ja, ik zou je dus een baan willen laten, maar dat mag niet. Even mag voor mij niet. Het was wel erg donker, moment. Hij heeft niet op wat ik niet gesprongen. Dus het moet echt groot dichter. Hartstikke iedereen! Hey! Goh, daar zijn we weer. Ah, oh, en ik heb dorst. Maar nou is echt de winkel dicht. Ik ben zo terug. Ja, wat hoor je? Ja, vals spelen. Oep, zo. Ja, je wil eten, hè? Als ik nou zeg tegen jou, ga eten, wat ben je?
Oh, je had nog een poesje. Ja, maar dit is toch al lang bedorven? Of heb je iemand gebarbecued? Heeft er iemand gebarbecued? Oh ja, kampstoofpotje. Lactosevrij. Ah. Nou, dan heb je in ieder geval te eten. Je energie is nog slecht. Je hygiëne helemaal, daar wil ik niet eens over praten. Even kijken of we in een ander deel van de stad kunnen. Oh nee, wacht even, je bent nou aan het eten. Nee. Ga eerst even eten. Eerst even eten, maar. Dat is steentje 3. Zo, vol. Maar kunnen we reizen. Even kijken, is er iets met een buitengelegenheid wellicht? Laten we eens even gaan kijken hier. Nee, dat gaat nog mee. Ik vergeet de laatste tijd met dingen te zitten. Oh, Spotify, ja. Even kijken, hier heb je wel nog een kans om te eten, maar er geen... Anders moeten we even een andere plek van de kaart gaan bezoeken. Camera op wezen houden richten. Oh, dit is die wezenhouder, ja. Ja, zie je wel, die heb ik ook. Nou, zometeen alleen nog een koe. Oh, we kunnen een kip aanschaffen. Dat is wel een voordeel. Maar... ik zoek... hoe duur is een douche? €325. Oké. Waarom staat er hier gratis? Op dit moment in gratis bouwen. Ja, maar dat doen we niet. Dat is vals spelen. Keer maar even naar huis, meid. Ik geloof niet dat jouw vies gewoon dood gaat. Op mijn manier om erachter te komen. Kun je nou wel even dit gaan doen? Ja, gelukkig. Zo, oké. Doep. Je stinkt een uur in de wind. Jeetje. Is er nog iets gebeuren? Fitness? Ja hoor. Oh nee. Je gaat me niet bijten, hè? Ah, doe eigenlijk maar. Ja, ik zag hem al knipperen. Oh, alles oogsten. Voordat je me gaat bijten, laat er eerst even oogsten. Oh. We hebben 2,34. Hey, dankjewel, Gravius. Nee, ik wil een kip. Oh.
Boom! Die hebben we gedaan. Oké. Voer in de buurt strooien. Dat zijn de jongeren. Hè? Nou ja. Oh, je stinkt mij. Lieve Hanna. Lekker, ik heb gelijk nee. Daarom heb ik die plannen die paddenstoelen geplant. Die heb je nodig om lekkernij voor je beesten te maken. Aangezien alles ziet het er toch best positief uit. Zoom! Ja, ik wil niet van zeggen, oké, okay, maar ik stink een beetje. Zoom! Klutsen! Yabba Wafu! Dublongs! Help me, Yabba! Zo. En dan is de tweede wat ik ga kopen een koe. En als derde een lama. Want laten we dit eerst even doen. Deur op slot doen voor iedereen behalve Lady. Zo. Anders kan ik een kip eruit lopen. En ik geloof niet dat er een vorst naar binnen kan. Ja, gaan we even aanmoedigen. Hoeveel heb ik? 30. Kan ik een bankje kopen? Oh, maar even. Oh, ik dat ik hier maar kan slapen in ieder geval. Oh nee, dat ziet er gewoon niet goed uit. Bank? Nee, vergeet het maar. Een bed? Nee, ook niet. Nee, oké. Okay. Oh, wacht even, we kunnen verkopen. Hè? Oh nee, natuurlijk niet. Het is nacht. Wat heb je hier thuis? Dat is niet veel. Oh, we kunnen nog meer. Oh nee, het is nog niet volgroeid. Het is nog eens 6 uur. Want 6 uur dan, padam! En die waarschijnlijk ook. Champions. Zijn die uit? Oh, die zijn uit seizoen. Oh, ik moet echt aan een kast gaan beginnen. Er staat het overdekt. Ik kan ook gewoon een muurtje eroverheen bouwen. Dan wordt dat ook bedekt. Maar ik vind een kast vind ik mooier. Er wordt hier toevallig een kast aangeboden. Hé, hey, wat zag ik, James Turner? James Turner. Verbinden. Man. Neem je tijd. Ja. Wat kost die? 5.000.
wel een eentje van vol glas hebben. Ja, ik kan het zelf ook bouwen, maar daar ben ik te laat voor. Ja, hier. Het kost ook 5000, oké. Okay. Laten we even doorspoelen naar 6 uur. Groeit er weer wat. 5 uur. Oh, 5 uur is het. Geen 6 uur. Oké. Okay. Maar het is nog niet wat je zegt. Oogspaar. Nee hoor, nog steeds niet. Oh, dat duurt lang. Ik denk ook niet dat ik grote vruchten krijg, want het blijft er dus steeds nog 9. 9, 9, 9. Nou, laten we maar even naar de stad gaan. Even die rotzooi verkopen. Kijken hoeveel we verdienen. Dat we misschien een koe kunnen aankopen. Nee, niemand doet mee. Niemand doet mee. Hey, het is 6 uur geweest. Oh, 9 uur. Ah, dat doet zeer. Nee. Oh, je kan nog even slapen hier. Een beetje doen. Ah, kroepelbutton. Oh nee, jij hebt hier anders. Waar ben je? In ieder geval dat slaap een beetje. Ja, nou moet je natuurlijk weer naar de wc. Oh. Ga naar de wc. Oh, dat kan ze niet. De uitslag is bekend en de kalibrator. Screw it. Bees, bel me even. Ik heb centen nodig. Ah, ik heb altijd ruzie met die wc, echt. Het is wel iets waar ik zou willen wonen. Persoonlijk. Ja, gevonden. Wacht even. Cheaten. Ja, dan krijg je wel een andere debuff, maar dat boeit me even niet. Dan gaat je hygiëne tenminste ook omhoog. Kijk. Heb je hem al? Ja. Een geiten. Er is geen eten in de buurt. Oh, de winkels zijn open. Yeah! Onderhandelen. Je bent in een goede bui. Nee, niet met die kletsen. Hé, hey, ik hoor een sirene. Het is een brand. Oh, brand. Oh, dit is hierachter. Hoi. Hey. Vandaar dat ik het zo goed hoor. En ruik. Want ik ruik nou een brandtocht. 25%. Oké, dus weer 10%. Nee. Blijf.
Tombra. En Poeit. Oh nee, dit is niet genoeg. Nee, Spotify. Ik heb geen copyright claim aan mijn broek krijgen. 80 simoleons. Even kijken, kunnen we iets te eten kopen? Kun je hier eten kopen? Nee. Even kijken. We moeten eten. Hij verkoopt net zijn spullen die hij zelf geplant heeft. Nee, is winkel eten. Kun je hier eten? Nee. Oh, waar is die bar? Kun je daar eten halen? Waar is die fucking bar nou? Oeh, ik denk dat ik zo meteen een paar mandarijnen ga pakken. Ik weet niet wie er die sinaasappels heeft, maar ik krijg alleen een sinaasappellucht. Dat vind ik wel lekker. Maar dan krijg ik zelfs direct mandarijnen. Ik heb gelukkig geen ijskastlucht, dus dat probleem niet. Even kijken. Het voornaamste is dat je honger hebt, dus dan gaan we even... Nee, ik wil een grote map hebben. Dan gingen we naar zo'n machine. Nee. Nee. Nee, niet zo'n machine. Maar waar zijn er waar je eten kon halen? Zo, wat we vanavond na nodig hebben is even een normaal brak eten. Even kijken, daar staat ze. Even eten bestellen. Ja, doe maar. Braadworst, oh lekker. Veranga, Kiara Balanson, Spotted, Florida Peoples. Again, we're make love this far. Right, Chinosa. Shimaga. Zes ijskoude mandarijnen. Cool. Had je nou al eten besteld? Ja, oké. Okay, ga wel eten. Oh, lekker braadworst. Dat heb ik vaker met de Sims. En eventjes denk ik van, oeh, lekker. Dat wil ik ook. Zo. Kijk, dit vind ik beter, want nou koop ze iets. Ik ken het, want als ik had, nou, misschien dat ik had het niet eens gekend op, maar bijvoorbeeld barbecue, maar je kan het niet in de ijskast leggen, want je hebt geen ijskast, dus dat bederft. Dus je maakt eigenlijk iets wat je maar één ding van heet, de rest kun je weggooien. Uh-huh.
Dat zijn twee interacties die je kunt doen als je bro bent. En de andere is ook bro. Laten we maar even aan nemen, want dan gaat de social tenminste omhoog. Met het plezier. Slapen, het is de erger. Ah, netjes. Nou, meen je nog even met deze tovenaar is hij? Hey, ik krijg geen Wicked Wings in beeld. Wat de heck? Oh nee, is me goed over YouTube. Kom maar naar huis. Dat is allemaal nou wel groen, dus ja. En hier regent het bij ons niet. Wat? Nee. Ik heb bijna geen cent, mens. Ik moet even naar sparen, want ik wil even in ieder geval een bed of een wc of iets waar ik denk een bed. Dat het beste uitkomt. Want slapen is wel heel erg met. Ja, wc trouwens ook niet te zwanger, maar goed. Een kip. En er ligt nog voer op de grond, dus ja. Hoeveel kippen heb ik? Ik zie een mug. En die gaat dood. Zo. Ik heb geen haan, ik heb een kip. Want hou er rekening mee, als je een haan hebt, die maakt je sim 's ochtends om 5 uur wakker. Want als je sim laat de bed is gegaan. Die kukkelie duurt zo wakker. Wat zit met de tijd te letten? Ik hoef niet te werken, het is weekend. Oh god, hoe lang ben ik aan het opnemen? Oh, je gaat weer niet storten. Thank you.
kwart, dat is de laatste. Jeetje. Je gaat nu niet op deze spook. Nee, dat dacht ik wel. Ik wou mijn kat houdt niet van als ik citrus heb gegeten. Dat vindt hij wel zo zoiets. Nog geen eieren. Bes, bel me nu. Ach, ben je weer neergedonderd? Ja, fietsenstalling. Sta maar Erons uit. Spelopties. Overig. Nee. Nee, inderdaad. Maar dan staat gewoon, waarom doe ik de Wimsit er niet? Ja, niet dat ik het hier wil hebben hoor, daar niet van, maar over het algemeen. Als ik dit online speel met een vriendin van me. Ja, hoop ik voor hier wel, ligt nog genoeg. En daarom heb ik maar één kip genomen en geen twee, want het kost me alleen maar meer. Dat zou met een lama kun je maar één om één, dus hier kun je maar één koe of lama, of hier één koe of lama. Je kan er geen twee eigenlijk kwijt. Maar het is wel de bedoeling dat ik 8 kippen krijg. Maar dat betekent dat ik wel heel veel hier moet zijn, omdat je heel vaak je eigen moet en het ook schoon moet maken, voeren en weet ik veel wat allemaal. Hé, hey, alles hoogste. Heb je nog meer wat je kan oogsten? Ja, oh, dat is mooi. Hier ook nog, daar ook nog. Ben happy. Zo, dat zijn mooie randtollen. Hoe was het, een bed? Was het maar een eenpersoonsbed, dan maakt me geen fuck uit. Wel een beetje hoge energie. En dat is allemaal 4. Oh, hier is 6. Oh ja, maar dat kost meteen 1600. Ja. Ah, 4. Dat is ook goed. Ik wil er eentje van deze pik. Altijd hier kijken. Ja, oh, dat is een 2-persoonsbed, 1005. Ja, ongeveer 500 molens hebben we nodig. Oké. Okay. Kuna, Brashu, Larva. Huh. Oh. Nee, een bed is echt belangrijk, want ze continu. En je kan een goedkoop bed nemen. Je kan ze upgraden en dan zijn ze ook top. Dus. God, blij dat ik die mug zag, zeg.
gisteren ook de hele nacht wakker gehouden. Vroeg op mijn werk, ik lijk wel een zombie. Ze prikken me niet, ze vliegen, maar ze vliegen alleen maar voorbij, weet je. Daar word je helemaal gestoord van. Dit wil niet echt groeien, heb ik het idee. Want, of het zijn geen reuzenvruchten, dus dat kan ook. De sushi wasabi. Ha, is zoja. Let's go. A spook? Ja, je mag zo meteen, we moet je eerst een maan bij hebben, meid. Even kijken. Over 8 uur gaat de winkel pas open, dus daar hebben we weinig aan. Nou ja, wat ik al zei, ze mag dus geen geld hebben van werk. Door questen te doen voor de NCP's, want het valt onder werk. Dat mag ze niet. Nee, want het gaat erom dat ze echt van de landbouwproducten geld verdient. Ja, stop maar even neer. Goed zo, voor de stalling. Wat ze plant bijvoorbeeld, mag ze kopen. En ik wil het ook weer niet zo strikt maken. Wat ik zeg van die loterij, daar mag ze aan meedoen. De kans dat je die wint is klein, maar als je hem wint. Nee, heb je toch weer, ik geloof, het is het 1 of 2000 smolens te pakken. Bes, tuurlijk, dat mag ook. Het is 2000 smolens wat je krijgt. Het is niet veel, maar je kan toch, ik had een bed voor de kunnen kopen. En wellicht een wc. Want een huis is wel belangrijk, maar in de Sims heb je meer aan ze dingen als een wc en een bed. Omdat onder de dekels blijven ze warm. Onder de douche worden ze warm. Ze kunnen gewoon naar de wc. Oké, als ze in de poepplas worden ze ook wel warm. Maar ja, als het afkoelt, hè. Dan is het minder. Hoe is het met je... Nou, dat is nog allemaal goed. Ja, hygiëne is ook klote. Het is bed en dan een douche. Wc kan altijd, want je kan altijd daar naar de wc, dus het is even een gedoe. Zal ik je op het erf laten slapen? Je hebt geen manier om weer hier te slapen op de grond. Nee. Tenzij je neerstort. Oh, dat is uiteindelijk waar. Maar... Nee, dat is een buiten tijd. Shops in? Zomer, winter. Oh. We zitten in het lente. Well. Over het algemeen gaat het goed met haar. Oh, we gaan wel op zoek naar de wc. Laten we dat wel even regelen. Zo, hallo. Ik weet niet meer wie jou allemaal loopt aan met Nederland, hoor. Maar goeiedag. Oh, vandaag ook weer een soortje pakketjes binnengekregen. Ik heb een unbox video in Engelstalig, in papier. Een Engelstalig filmpje unboxing gedaan. Ga eerst even naar de wc, als ik die kan vinden. Ik heb hem gevonden. Toch? Ja, oké. Dan gaan we even het toilet gebruiken. Nee, niet ouwe hoeren. Ga naar de wc. Steentje 3. Kijk, het is al geel, weet je. Dus ja, dan weet ik ook hoe laat het is. Dan gaat die hygiëne gaat ook iets omhoog omdat ze de handen wast. Nou, dat hebben we ook niet veel gedaan. Kom op nou. Ga nou naar de wc. Want ze is niet geweest, want ik zag die. Kijk, nou is ze gewoon. Kijk, nou gaat dit ook omhoog. Ja, niet veel, maar. Hé? Wat? Nee, ga niet naar huis. Je gaat hier op de bank liggen. Ik begrijp niet dat het in de eerste keer dat ik het deed, dat die energie zo snel omhoog ging. Nee. Nou, gaan we even voor 3 uurtjes slapen en dan kun je je spullen verkopen. En misschien dat we dan een bed kunnen kopen.
Oh, maar ze zouden eigenlijk naar huis moeten, want de bloemen zijn weer gegroeid. Maria. Maria, want ze stond alweer op het punt van instorten. Mijn sim ligt te slapen, mevrouw. Ja, inderdaad, ze slaapt. Dank u. Wie bent u? Oh, je bent de kraaier van hier. Ah, dit gaat helemaal niet omhoog, joh. Oh mijn god, dit is erg. Nou, dan komt de honger ook weer binnen slapen. Even hier bij haar eten bestellen. Oh ja, ook. Oh, oké. Ja, deze worden het niet. Zo. Want de shops zijn open. Onder. Ga weg, ik wil geen club. Ja, Stinky, kom op. Nou, ik had je Stinky moeten gaan noemen. Chikamei? Ben je betoeterd? Ah. Nee, we hebben gewoon naar de concurrent. Oh, dat is de zus. Aardige introductie. Waarom kan ik niet onderhandelen? Nee. Ja, meid, sorry. Je moet zoveel mogelijk geld binnen harken. Je bent wel... Nee. Oké. Okay. Dan gaan we gewoon... Oh, wel! Hé, hey, 10%. Hier, kom op, kom op, kom op, kom op, chop chop. Oeh, dat ziet er niet goed uit. Tachtig. Dat is geen bed. Oh, wel. Kijk, oké. Ik ga naar huis. Simdollars zijn toegevoegd aan het. Wat? Is 68 toch? We waarderen je conditie, hier zijn je simdollars en fijne dag tot. De simdollars zijn toegevoegd aan het kapitaal van je huishouden. Ja. Oh. We kennen een bed. Een bed zetten we even hier binnen. Oh. Waarom? Hé? Net kon het! Net kon het! Waar is mijn kip? Woe! Arvin Wexa! Wat raar. Oh nee, wat zag je het waarschijnlijk als. Nou, anders zit.
Ja, net zo honger ook. Overhitting. Oh nee, oh, waar ben je? Nou, niet in je blootje gehad. Die. Zo, ga weg. Ja, oké. Ah, hé, hé. Je bent gelukkig gewoon vol en tevreden. Nee, kan nog niet. Haan? Is dit een haan? Oh, shoot. Ik heb een haan gekocht. Nee, ik wou een kip hebben. Dan haal ik geen eieren. Nee. Nee. Hoeveel had ik die haan gekocht? Een witte haan. 200 simoleons. Oké, dan gaat deze weg. Inruilen voor. Simdollars. Zo. Ik zet me al af te vragen waarom ik geen eieren had. Ja, nee, maar. En waarom er stond één haan? Terwijl ik denk van. Huh? Even 3. Oké. Poink. Hallo? Ah, nee. Oké, nu kunnen we een bed kopen. Ik denk dat dat toch wat belangrijker is, even een bed. Hé, hey, de stad zo wordt zo'n draaitje in het wit. Even kijken, energie 4. Dan gaan we hier neer. Oh, wacht. Daar, zo, zeggen we even een, zeggen we, fuck Norrestein, slapen. Zo, dan is die eeuwig rode balk bij de slaap verdwenen, hoop ik. Ah, oh, wat nou weer. Oh, slapen, zeg niet. Hoeveel is je met 12 simdolletjes, dame? Je hebt geen geld. We kunnen geen douche kopen, maar dat is de tweede wat er aankomt, de douche. Nee! Ik word meteen van de 3 afgehaald met die stomme telefoon over gehad. Ah, oh, kijk, de energie aan. Ah, oh, wat lekker. Kunnen we hem upgraden? 8! Wow! Oh, ik weet wat ik ga doen. Als deze aspiratie vol is, dan word je een slimmerik. Dan kan je eens in de 24 uur kan je iets upgraden, zonder dat je de onderdelen ervoor nodig hebt. Het enige nadeel is dat er een cooldown voor 24 uur op zit. Oh, dan moet je naar de wc ook zwanger, hond! Maar ja, in ieder geval, je hebt geslapen. Nee. En dus ik eindig de video hier, want ik weet echt niet hoe lang die is. Maar bedankt voor het kijken en ik hoop je in de volgende keer te starten met timer. Doei doei!